Een heel goede avond. Er komen geen nieuwe verstrengingen, maar er zal wel meer gecontroleerd worden. Dat is de uitkomst van het overlegcomité vandaag. Ministers en experten die in dat comité zetelen waren met spoed bijeengekomen, omdat de cijfers nu al 11 dagen op een rij stijgen. Donderdag staat de Veiligheidsraad op het programma, maar er is dus nu al afgesproken dat er strenger zal worden gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd. En indien nodig, volgen er ook straffen. Het overlegcomité komt vanmorgen in spoed bij elkaar. Want dat de coronacijfers nu al 11 dagen op rij stijgen, is geen goed nieuws. Goedendag allemaal, bonjour. Bent u ongerust? Weet u, vandaag we zien wel dat de situatie negatief evolueert. We kunnen niet zeggen dat niks gebeurt. Dat is helemaal niet het geval. Iets gebeurt. En we zien ook dat mensen respecteert minder en minder de regelgeving. En dat is een moeilijkheid. Voorzeker. Maar we moeten ook niet overdrijven. We monitoren de situatie dag na dag. En als er moet bijkomende maatregelen genomen worden, we zullen dat zeker doen en zeker op tijd. Geen bijkomende maatregelen dus op dit moment, maar er zal wel strenger worden gecontroleerd voor de maatregelen die nu gelden. Ze moeten correct toegepast worden. Het heeft te maken met het sluitingsuur, het afstand houden. En wanneer dat niet kan, dan zal er effectief opgetreden worden. Over de contactopsporing lijkt er weinig beslist. Nochtans komt er veel kritiek op dat systeem. Maar volgens het overlegcomité is die kritiek onterecht. Ik zeg alleen dat het werkt. Het werkt, maar het kan altijd verbeterd worden. En dat gaat ook gebeuren in de volgende. We hebben daar een aantal zaken opgelijst die ook nog kunnen verbeterd worden. We gaan naar Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Ja, Michael, geen nieuwe maatregelen zijn er aangekondigd. Was dat overlegcomité vandaag dan eigenlijk wel nodig? Ja, is het een maat voor niets geweest? Het lijkt er toch een beetje op. Het is dubbel. Hè. Er wordt gezegd van ja, het is niet goed. Ja, het zou er maar aan mankeren, die cijfers die stijgen. Maar je hebt dan de premier ook gehoord. Het is bijna olie op de golven, want wordt er gezegd. We weten perfect waar die haarden zitten. Die zijn beheersbaar, die zijn controleerbaar. Maar, en dan wordt het vingertje boven gehaald, we gaan beter ons best moeten doen. Hè. We gaan die maatregelen beter moeten naleven. We zullen strenger controleren. Maar de vraag is, ja, wat houdt een teken om dat nu al te doen? Want dat kan. Hè. Er kunnen boetes worden uitgedeeld. Er kan al worden gecontroleerd. En dat is dan misschien wel nieuw. En dan wordt er gezegd van verdere versoepelingen, daar is geen sprake van. Hè. Bijvoorbeeld op 1 augustus was het initieel de bedoeling om evenementen binnen en buiten toe te laten met meer mensen. Dat zal er niet zijn. En vooral wordt er ook gezegd, als die cijfers blijven verslechteren, ja, dan gaan we moeten maatregelen terug strenger maken. Dat is dat vingertje. Dus ja, dat is wel nieuw. Maar ja, voor de rest is er inderdaad eigenlijk vandaag ja, gewoon bevestigd dat men gaat doen wat er eigenlijk al de voorbije weken zou moeten gebeuren, Hanne. Oké, voorlopig blijft alles dus zoals het is of was. Dankjewel, Michael van Drogenbroek. En we zeiden het al, het overlegcomité is vandaag samengekomen omdat het aantal coronabesmettingen nu al anderhalve week toeneemt. Waar er 2 weken geleden 89 nieuwe besmettingen waren per dag, gemiddeld, zijn dat er afgelopen week al 143. En dat is toch een serieuze stijging. En we zien die trend trouwens wereldwijd. Want voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie zijn op 1 dag meer dan 250.000 mensen besmet geraakt. Ook zijn er op 1 dag meer dan 7.360 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste aantal in meer dan 2 maanden tijd. De sterkste stijgingen zijn er in de landen waar los wordt omgesprongen met de epidemie, zoals de Verenigde Staten, waar de politieke discussie over mondmaskers nog altijd hevig woedt. I want people to have a certain freedom, and I don't believe in that, no. And I don't agree with the statement that if everybody wear a mask, everything disappears. But I leave it up to the governors. Many of the governors are changing. They're more mask into. They like the concept of masks. Ondanks het advies van experts wil president Trump mondmaskers niet verplichten. En ook heel wat gouverneurs in de zuidelijke staten doen dat niet. Ook niet de Republikeinse gouverneur van Florida, waar al 5 dagen op rij meer dan 10.000 nieuwe gevallen bijkomen. Op plaatsen waar ze door lokale overheden wel verplicht zijn, zoals hier op Miami Beach, worden de regels niet nageleefd. De cafés aan het beroemde strand moeten daarom vanaf 6 uur 's avonds weer dicht.
We have a lot of folks who aren't necessarily complying with the mandates and the orders to wear a face cover and to have that social distancing. So we're hoping that by closing earlier, it actually tones down the party and possibly keep everyone else around them, everyone else in our city safe. Na een derde dag op rij onderhandelen zijn de Europese regeringsleiders het nog altijd niet eens geraakt over het Europese coronaherstelfonds en de Europese meerjarenbegroting. Volgens een voorstel dat Europees president Charles Michel gisteren op tafel legde, zouden landen die economisch zwaar getroffen zijn door de pandemie, zoals Italië, in aanmerking komen voor 450 miljard euro uit het herstelfonds van 750 miljard. Maar de groep van zogenoemde zuinige landen met onder meer Nederland en Oostenrijk wil dat bedrag nog fors omlaag krijgen. In summe ben ik nach wie vor optimistisch dat we een lösung vinden kunnen. Ik glaube, wo een Wille, daar ook een weg. Ik glaube, dat het mogelijk is bij deze Gipfel een ergebnis zustande te brengen. Maar ja, ook wenn het jetzt schon der dritte Tag is, het is nog immer een stuk weit weg te gaan. Dan heb ik ook nog een sportbericht. In de Formule 1 heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Hongarije gewonnen. De Brit verdringt zijn teamgenoot, de Fin Valtteri Bottas, van de leidersplaats in het WK. Bij de start schiet Lewis Hamilton vanop de pole weg. Bottas zakt van de tweede naar de zesde plaats. En de Nederlander Max Verstappen die klimt dan weer van plaats 7 naar 3. De leidersplaats van Lewis Hamilton komt nooit in gevaar. Hij wint voor de 8e keer in Hongarije. Verstappen is tweede en Bottas derde. Lewis Hamilton heeft nu 86 Grand Prix zegens op zijn naam staan. En dan dit nog. Voor het eerst sinds de lockdown, half maart, is de bekende antiekmarkt van Tongeren weer kunnen doorgaan. Bezoekers moeten het wel doen met minder kraampjes en ook een pak voorzorgsmaatregelen erbij nemen. Maar dat lijkt geen probleem voor de echte snuisteraars. Straks om 7 uur krijgt u een verslag. Bedankt voor het kijken. Heel fijne avond nog.